beetje korter bij elkaar. Gewoon een klein beetje korter. Ja. Zo. Met de knieën tegen elkaar. Ja. Ja, Mary. Ja. Jij woont in Kortesheim, hè? Ja, ik woon in Kortesheim. Je woont in een huis. In een huis, hè? Ja. We hebben de huis gekocht van mijn schoolmoeder. En we woont samen. Ja, we hebben in de huis nieuw gemaakt. Eh? Ja? En het nieuw is groot en we woont boven en ze woont onder. En je schoonmoeder woont nog altijd in het huis? Ja, ja. Ze woont altijd in het huis. Ik heb je schoonmoeder nooit gezien. Ja. Ah, heb je niet? Nee, soms. In het programma van de perspectief is ze meegekomen. Ja, ze was geweest. Ik ben niet erin. En ook in de Colors ook. Ja. In een keer ze bij me mee. We zijn samen geweest en ze vinden dat goed. De volgende keer als ze komt moet je ze eens voorstellen. Oké. Okay. Ja, ik ken haar niet. Ik ken haar echt niet. Ja, ze is in Antarctica, maar ze is nog sterk. Eh? Ja. Als je ziet, misschien je dak is 65, maar ze is in Antarctica. Ze ziet er nog heel jong uit. Al. Echt, ja, sterk. Ja, en ja. Kom je goed overeen met haar? Ja, heel goed. En ze helpt veel bij de kinderen. Ja. Ze helpt soms als ik ga werken bij de kleine. Als ik kom naar school, hij blijft bij haar en tot we komen terug. Ja. Dat is babysit dan. Ja. En ook is in de tuin ook en ze helpt veel van de tuin. Daar is ook een grote tuin aan. Ja, ja. Zij heeft daar zelf altijd in gewoond. Ja, in ja, ja. En je schoonvader, die heb je ook gekend? Ja, mijn schoonvader heeft nu is 10 jaar geleden dat ze gestorven. Ja. En mijn broer, ik woon bij haar 20 jaar nu. Ne. Mm. En broer, we woon samen met mijn schoonvader en ik ken hem heel goed en ook okay. Mee. Dan heb je hem eigenlijk heel goed leren kennen. Ja. De tijd gaat om hem goed te leren kennen.